Suriname heeft in de maand juni tot en met gisteren 82 COVID-19 doden moeten betreuren. De COVID-gevallen tonen geen daling en directeur Jason van Genderen van het regionaal ziekenhuis Wanica vindt de COVID-situatie in Suriname dan ook zorgwekkend. Nu de ziekenhuizen in code zwart zijn, vreest van Genderen voor het ergste. U heeft beelden gezien in het buitenland waar mensen wat leken op brandstapels naast elkaar gecremeerd worden, waar er een tekort is aan plek om mensen te begraven. Dit is de situatie waarin Suriname nu is. Toch? En als men nu hiervan niet bewust wordt, dan begrijp ik het ook niet meer. Toch? Er zijn mensen die dagelijks vechten met hun leven. Er zijn geen IC-plekken, er zijn geen ziekenhuisbedden. We krijgen hulp van Nederland, omdat we het nodig hebben. We vragen naar die hulp en we vragen naar ieder om die zelfverantwoordelijkheid te nemen. Nou, we kunnen dit niet alleen als ziekenhuis aan, niet als regering, niet als ministerie van Volksgezondheid. Maar als samenleving moeten we dit zien te overbruggen. Want iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid kennen, de maatregelen volgen en te laten vaccineren. De regering heeft ervoor gezorgd, een heel mooi gebaar, en we zijn ook blij dat men nu massaal komt vaccineren. Je hebt ook rommelige situaties nu bij de verschillende vaccinatiepunten. Ook bij mij hier wordt er verschrikkelijk druk. Maar we zijn blij dat de mensen komen en nu geloven dat het vaccinatie, weet je, dat het werkt, dat het helpt. Toch? En dus ga je vaccineren, maar blijf de maatregelen nog steeds volgen. Van Genderen drukt de samenleving op het hart zich te houden aan de COVID-19 maatregelen. In totaal zijn er in Suriname 112.200 personen gevaccineerd tegen het COVID-19 virus. Hiervan hebben ruim 22.000 personen hun tweede dosis reeds ontvangen.